Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Het is weer zaterdagavond weekend. We gaan weer gezellig even een knutselavondje ervan maken. Ik weet niet of er mensen zijn die ook gelijk mee gaan knutselen of dat jullie gezellig gaan kijken. Alles mag vanavond. Als je mee gaat knutselen, gezellig, dan ben ik wel heel benieuwd wat jij ook gaat maken vanavond. Nou, wat ik vanavond ga doen is een dagboekje pimpen. Ik heb een klein beetje voorwerk gedaan. Oh, maar nog even één ding. Dat ben ik vergeten. Zo. Kijken of ik de reacties van jullie kan lezen. Ja, ik zie dat er eerste alweer binnenstromen. Gezellig. Leuk. Nou, het was vandaag ook wel best mooi weer. Alhoewel het hier af en toe wel een beetje bewolkt was. Maar het zonnetje scheen ook regelmatig. En daar worden we wel blij van. Nou, ik heb al het een en ander klaargelegd. En een klein beetje voorbereid. Want anders dan krijg ik het vanavond sowieso niet af. Nou, vanavond wilde ik heel graag een keer weer gaan knutselen met de cadensproducten. Of in ieder geval iets in de mixed media stijl. Ik had jullie gisteren eigenlijk gezegd dat ik een art journal pagina wilde gaan maken. En daarbij de nieuwe Dutch Doobadoo wilde gaan gebruiken. Maar mijn creatieve inspiratie ging even totaal andere kant op. En ik ga toch even mijn gevoel volgen. En ik ga doen wat ik graag wilde doen. En daarbij ga ik werken met een oud en een nieuw rice paper. Dit nieuwe rice paper, Give Yourself Time, die komen eind van deze maand uit. Er zijn er in totaal 4 nieuwe. Dit is er 1 van. En ik vond dat hij wel heel mooi te combineren was met deze van het pad. En met die klok. En ik heb die ook heel bewust gekozen. Want vanavond ga ik iets maken wat misschien niet voor iedereen aan zal spreken. Maar dit kun je gewoon ook voor allerlei andere dingen gebruiken. Ik wilde namelijk een Bijbelsdagboek maken. Want voor mij is het geloof momenteel weer heel erg belangrijk geworden. Sinds corona zijn er bij mij mentaal gewoon heel veel andere dingen gebeurd. Het was voor mij een hele zware periode. En daarbij heb ik weer een klein beetje mijn geloof teruggevonden en daarin rust gevonden. Ik ben daar heel erg in zoekende. En daarom wilde ik heel graag een dagboek gaan maken, zodat ik alles op kan schrijven. Maar ik moest van mijzelf eerst dat dagboek gaan pimpen, voordat ik hem mocht gaan gebruiken. En vanmorgen waren er ook weer hele bijzondere dingen gebeurd. En toen had ik zoiets van, maar nu moet ik vandaag eerst dit dagboek gaan maken. En de andere dingen blijven gewoon eventjes liggen. Nou, wat heb ik dus ook gedaan? Ik heb er dus ook een Bijbelse tekst op gedaan. Die heb ik zelf geprint. En hiervoor heb ik een tekst gedaan uit Psalm 25. En dat is dan, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin uw treden bent. Dus dit heb ik zelf geprint, komt er straks op. Daarvoor heb ik dus ook dat pad genomen. Want dat zijn de treden. Die wil ik straks met een beetje mos ook gaan bekleden. Ik heb de stenen muurtjes bij gedaan. Want ik heb nog steeds een enorme stenen muur om me heen gebouwd. En ik zit nog steeds gevangen in mijn eigen huis. Dus daarvoor die. Nou, ik wilde die roze bloemen er mooi bij voor een beetje kleur. En wat heb ik nog meer gedaan? Nou, ik had dus geen Bijbel meer. En ik had mijn oom gevraagd waar ik bij woon. Ik zeg, heb jij er tijdelijk één te leen? Want mama moest hem eerst opzoeken en ze kon hem niet vinden. Toen had mijn oom voor mij nog een oude Bijbel liggen met psalmen. En bij mijzelf kwam deze psalm elke keer voort. Want het is van vroeger af had ik daar al in principe was ik altijd gelovig. Maar een hele tijd is het niks geweest. En het is nu met corona heb ik hele bijzondere tijden. Maar mijn oom hoefde de
Bijbel niet terug te hebben. En toen dacht ik, ik wil daar wat mee gaan verwerken. En heel toevallig zit ook precies deze pagina van Psalm 25 lag er los in. Dus toen had ik zoiets van, nou, die moet er gewoon bij op. Dus dat is voor mij, ja, eigenlijk dat ik zo'n pagina gewoon heel bewust op ga bouwen. Voor mij wordt het knutselen nu gewoon bewust mijn gedachten op papier zetten. En nogmaals, dit zal niet iedereen aanspreken. Je kan het met je eigen teksten doen. Je hoeft dit niet te doen. Wat wil ik erop gaan gebruiken? Ik zat te denken in eerste instantie om met cadensverf te gaan werken. En ik had twee kleurtjes gepakt om de groene te gaan mengen. Ja, dit kan je dus ook met mindfulness. Daar ben ik ook heel erg mee bezig. En bij mij gaan die twee gewoon door elkaar heen. Mindfulness en geloof. Ik heb de baby pink en de Victorian pink gepakt. Maar ik twijfel een klein beetje of dat niet te donker gaat worden. Ik ga dat denk ik ook weer mengen met elkaar. Ik heb nog een hele leuke Romans. Dat is een hele lichte. Want ik wil de pagina wel graag een beetje licht houden. Maar toen had ik dat gepakt en toen zag ik in mijn ooghoeken dat ik van Finnaber ook nog enorm toffe verf heb. En toen dacht ik, ja, dan hoef ik niet te mengen. Deze impasto paint die past eigenlijk qua kleur er heel mooi bij. Deze linnen past er heel mooi bij. En deze burlap ook. En daarbij had ik ook nog de Boudoir Pink. Dus ik denk dat ik toch maar voor dit ga doen. Ja, dat is het ook. Ieder zijn eigen ding. En ik zal daar ook niet gewoon hele uitzendingen aan gaan wijden. Maar ik ga wel gewoon mijn gevoel wel laten spreken hierin. Dus je zult af en toe misschien wel een keer wat voorbij horen, maar ik zal geen volledige preken gaan houden. Dat ben ik absoluut niet van plan. Iedereen in zijn waarde houden. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Ik heb de kaft inderdaad eerst in de witte gesso gezet, want anders dan zou ik het vanavond allemaal niet kunnen redden. Nou, waar ga ik mee beginnen? Ik ga gewoon lekker tamponeren. Ik ga die teksten even aan de kanten doen. En ik ga denk ik beginnen met een beetje groen. De impasto paint is trouwens een iets dikkere verf dan de dan de cadens. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Als je gaat tamponeren maakt dat helemaal niks uit. Nou, dank jullie wel voor het respect. Ja, ik vond het heel eerlijk gezegd. Ik had tegen mama gezegd, ik zeg, ik ga dit doen. Ik zeg, maar ik vind het doodeng om het zo te gaan vertellen. Maar ik ben blij dat jullie het zo oppakken. Ja, het is toch een stukje, ja, van jezelf persoonlijk wat je vertelt. En ik voel me daar momenteel gewoon heel blij mee. Dat is het enigste waar ik gewoon rust in vind. En voor mij is dat een, ja, enorme weg richting acceptatie dat ik minder valide ben, zeg maar. Daar krijg ik nu gewoon veel hulp bij. En dat moet ik nu even op nummer 1 zetten. Corona was gewoon voor mij een hele pittige periode. Veel eenzaamheid gekend. Te veel boven mijn kunnen gedaan. Winkel was enorm druk, waar ik me gewoon enorm over gefrustreerd heb dat ik niet kon helpen. En ja, dan krijg je gewoon een beetje kortsluiting met jezelf. En dan heb je hulp nodig, dan ga je hulp zoeken. En ik heb die gevonden in diverse manieren. Dus inderdaad ook het geloof, maar ook ben ik bezig met een mindful cursus van Michael Pilarczyk. En dat werkt ook heel fijn.
Dus ja, zo doet een ieder gewoon waar die zelf zich blij van voelt. Ja, doodeng. Ja, je bent toch altijd bang voor kritiek van anderen. En dat merk ik ook in de Facebookgroep. Ook met het posten van creaties. Ik heb daar zelf ook last van. Van dat we altijd te perfect willen doen. En dat we... Ja, hoe zal ik het zeggen? We kijken altijd naar een ander. En bij een ander lijkt het gras altijd een heel stuk groener. Maar van de week kreeg ik ook een hele mooie binnen. En toen kwam er een quote binnen van... Het gras bij de buren lijkt altijd groener. Maar dat dat dus ook wel nepgras kan zijn. En dat is dus inderdaad... als je dat voor ogen houdt... En iedereen is uniek. Iedereen maakt unieke creaties. Dus we moeten gewoon alles posten. Elkaar inspireren. Ik moet dat zelf ook leren. Ik heb mijzelf ook een klein beetje de laatste tijd... Gewoon mezelf een beetje weggecijferd. Dingen durven posten, zeg maar. En dat moet ik nu toch weer leren. Dat ik gewoon... Weer alles mag en moet gaan posten. We moeten elkaar inspireren. Nou, ik ben ondertussen gewoon een heel verhaal aan het vertellen. Nou ja, het komt gewoon omdat ik vandaag gewoon een hele bijzondere dag heb. Nou, misschien kan ik jullie dat ook wel delen nu ik toch aan het vertellen ben. Ik had vanmorgen een hele... slechte dag. Gewoon te veel gedaan en de weekenden is voor mij altijd pittig. Ik zou mee gaan doen met de cursus van Julia Woning met bloemen aquarelleren. Maar dat ging me gewoon niet lukken om te kleuren, zeg maar, om daar de rust voor te vinden. Ik had gewoon zo'n chaotische ochtend. En toen dacht ik, weet je wat, de winkel is nog dicht. Er zijn geen klanten, want ik ga... In verband met corona nog even er niet naartoe als er ook klanten zijn. Ik denk, weet je wat, ik ga mijn loopronde die kant op doen en dan zie ik wel. Maar toen was het hartstikke mooi weer, het zonnetje scheen. En ik moest ergens oversteken met zebrapad en daar zat een oude meneer. En die oude meneer die liep daar met zijn, of die had zijn rollator voor zich en die was even aan het uitrusten. En ik kwam dus met die meneer aan het praten. En dat was dus een ouderling uit de oude kerk bij mij. En ik zit niet meer bij die kerk, daar niet van. Maar toen kwamen we toch aan het praten. En toen kwam er een andere mevrouw bij zitten. En die mevrouw, een hele vriendelijke, spreekt altijd netjes. We zeggen altijd wat tegen elkaar, want ik kom haar heel vaak om 3:30 tegen. Als ik naar de winkel loop en dan... Haalt zij de kinderen op van school. En toen hebben we toch zo'n open gesprek gehad over het geloof. Gewoon midden overdag op het bankje. Dat was gewoon zo bijzonder. En toen had ik zoiets van, dit is echt een hele aparte dag. Dus er gebeuren gewoon rare dingen hier. Of raar. Nee, bijzondere dingen. En ik denk dat ik daar nu gewoon... nu aan toe moet geven om mijn eigen weg weer te vinden, mijn eigen ik. Want die ben ik gewoon echt kwijtgeraakt met de val. Je wordt minder valide, je weet niet meer wat je kunt, wat je waard bent. En dat ga ik nu weer opzoeken. En ik ben al een heel eind daarin. Dus ik heb afgelopen week hele grote stappen gemaakt en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dus ik ben weer terug op de goede weg. Maar goed, ik zal daar verder vanavond niet meer over doen. Maar dit wilde ik nog eventjes delen. Zo. Ja, deze kleuren, ik vind ze ook super mooi. En ik heb dat Impasto Paint van Finnebert al zo lang in huis... En toch gebruik je het niet veel. En ik kwam nu gewoon met de cadens niet helemaal uit met de kleuren. Ik denk, weet je wat, ik pak toch die andere erbij.
Ik moet daar eerlijk bij zeggen, we hebben daar niet veel voorraad van in de winkel. Maar ik ga het weer bij bestellen. Net zoals zoveel. Ik kan dat trouwens ook, ik kan jullie heel goed nieuws geven. Want ik kreeg vanavond van mama een berichtje dat ik van internet af mocht halen dat wij achterstand hebben. Want ze waren namelijk helemaal bij met de orders. De orders van vandaag werden zelfs al verzonden. Dus wij kunnen weer veel sneller leveren. Mits dat het natuurlijk de vervoersbedrijven niet helemaal meewerken. En wij zitten natuurlijk nog steeds wel met de vracht dat dat allemaal wat moeizamer binnenkomt. Maar onze achterstand is weer weggewerkt en daar ben ik dus ook zo dankbaar voor. Want dat was voor mij ook gewoon een frustratie-item dat je niet kunt helpen. Ik kan wel op social media allerlei voorbeelden laten zien. Jullie gaan weer kopen en ze hebben in de winkel nog weer meer achterstand en dat werkte voor mij gewoon frustrerend. Maar we zijn weer bij. Er moet ook een beetje roze bij. Leni die vraagt wat er met mij is gebeurd. Nou, de meesten weten het wel, maar ik zal het nog één keer kort vertellen. Het is al in 17 december 2016. Heb ik bij een hele simpele val. Ik ben gewoon. Er was ergens een gat in de weg en ik liep met een rolkarretje. En daarbij kwam het rolkarretje, het wieltje kwam in een gat. En toen ben ik ernaast komen te liggen. En ik heb mijn bekken daarbij op 4 plekken gebroken. En daarbij heb ik gewoon blijvend schade. Dus ik heb elke dag zit ik zwaar om de morfine, pijnstillers en dergelijke. Ik heb ik kan 1,5 uur maximaal zitten. En het zitten is voor mij gewoon dan nog dat ik heel veel pijn heb. Dus het is gewoon elke dag overleven, zeg maar. En ik moet nu leren dat ik meer voor mezelf moet kiezen en dus rust moet pakken en niet altijd door moet gaan. En dat is nog een heel dingetje voor mij, want ik ging altijd maar door en maar door. En ik wilde evenveel als voor de val. En dat gaat gewoon niet meer. Ik ga deze ietsjes dunner maken, want ik merk dat hij heel lastig tamponeert. Dus je kunt je verf ook gewoon ietsjes dunner maken door een klein beetje water erbij te doen. Nou, ik wil mijn achtergrond wel lichtjes houden. Dus ik ga niet te veel kleur aanbrengen. En we kunnen straks altijd nog meer erop doen. Ik ga die. Dit heb ik trouwens gewoon allemaal met een Mod Podge opgeplakt. Dus je kunt ook bijvoorbeeld zoals. Dit is dan uit een psalmboek gedaan. Maar je kan ook uit de tijdschrift. Kan je ook bijvoorbeeld dingen op gaan plakken. Of uit een oud boek. En dat kan je gewoon allemaal met die matte gel doen. Nee, rust zit gewoon niet in mij. En dat vind ik dus heel moeilijk. Maar het enigste waar ik nu dus rust in vind is dus lezen in de Bijbel en onderzoek doen. En dat geeft mij heel veel rust. En daarbij, de laatste week heb ik echt veel rust gepakt. En ik heb het nu ook nodig om weer stappen vooruit te kunnen maken. Maar die achtergrond, hebt u er zelf op gemaakt of zat het al zo? Dit is rice paper en dat heb ik er dus opgeplakt met de Liquitex. Ik wil er natuurlijk ook nog met allerlei mask stencils op gaan werken. En ik denk dat ik daar nu eerst even mee ga beginnen voordat ik verder ga tamponeren. Want ik ben bang dat ik anders mijn achtergrond al helemaal vol ga maken. Wat wil ik er sowieso op hebben? Ik wil deze erop maken. Ik ga even spieken welke ik nog meer heb. Ik had wat dingetjes verzameld.
Dit was heel toevallig een kraft dagboek. Dus die had al een... Ja, je kunt het bijna niet meer zien. Maar hier zie je nog een klein stukje kraft zitten. Dus dit is een kraft. Even kijken. Deze heeft trouwens ook wel een heel leuk stenen muurtje. Ik denk dat ik... Ik had eigenlijk voor mijn eigen stenen muurtje willen gaan. Maar ik ga toch voor deze van... Dutch Doobadoo. Misschien een gedeelte van deze. En ik heb die nog. Ja, ik heb veel te veel verzameld, denk ik. Maar we gaan het zien. Anneke vertrekt weer. Die heeft niet haar dag. Nou, veel sterkte dan, Anneke. Dit kun je later nakijken. Doe lekker je eigen ding. Neem tijd voor jezelf. En hopelijk heb je morgen een betere dag. Kan je er ook een klein blokje quiltje op plakken? Ja, je kunt er alles op plakken. Het is een art journal. Het is iets wat jij zelf gaat maken. Er zijn in principe geen regels. Je moet gewoon doen wat jij wilt. En dat ga ik nu wel een beetje toepassen. Gewoon... Doen wat jij zelf wilt en niet te veel kijken naar wat anderen allemaal doen. Het stenen muurtje, waar ga ik die mee maken? Welk medium ga ik doen? Eigenlijk wil ik het niet te donker doen. Ja, ook hiermee heb ik nog een klein beetje keuzestress. Want ik kan namelijk kiezen voor... De Finaberde Icing Paste Gold. Of ik kan kiezen voor de Nuvo Crackle Paste. Even kijken. Op zich, dit kleurtje past er wel mooi bij. Ja, ik heb de eerste witte gesso opgedaan. Witte gesso is een primer. Nou, ik denk dat deze net wat meer spreekt. Dus we gaan voor de Nuvo Krekkelmoes. Nee, van de grafiet heb ik niet de goede kleur hierbij. Dat denk ik dat een beetje te veel af gaat steken. Ik wil deze keer deze gaan pakken. Even kijken. Een spateltje erbij. Niet te veel oppakken dat het niet onder je mask stencil gaat. Ik ga trouwens eerst even mijn laatste thee opdrinken. Nee, dit dagboek is helaas niet bij ons te koop. Ik heb via Google heb ik gekeken naar ja, gewoon dagboeken en toen zag ik hem ergens. Het is echt een hele leuke met een slotje eraan. Ja, dat heeft een dagboek eigenlijk altijd, maar... Nou, ik heb mijn thee bijna op. En dan gaan we weer verder. Ja, deze krekkenmoes is echt superleuk. Ik zat vandaag ook gewoon echt een beetje in de stress. Want ik kreeg in één keer enorme stress dat mijn eigen lijn binnenkort al uitkomt. En ik heb gewoon de voorbeelden niet kunnen maken. En toen dacht ik, shit, hoe kan een designer nou een lijn uitbrengen terwijl de voorbeelden nog niet klaar zijn? En dan blokkeer ik gewoon zelf. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga vanavond gewoon alvast iets met de rice papers doen. En gaandeweg komen vanzelf de voorbeelden wel. Kijk, dit is toch leuk? Nou, ik doe dus ook gewoon over de tekst heen, want het is de bedoeling dat het straks gewoon één geheel gaat worden. Hier aan de zijkant een klein stukje. Die zwarte mal, deze. Dat is een mask stencil uit mijn eigen lijn. En dat is Mask JMA 05. Ja, de roze moes heb ik ook nog binnen handbereik liggen. Roelie, misschien dat die ook nog verwerkt wordt op deze creatie.
We zullen zien. Daar nog een stukje muur en hier wil ik nog wat. Nou, dit wordt dus eventjes een beetje creepy, want ik kan mijn mask niet helemaal plat leggen. Maar goed, de steentjes hoeven ook niet helemaal recht. Ik ben ten slotte ook geen metselaar van beroep. Ieder zijn eigen talenten, zeggen we dan altijd. Kijk, zo krijg je dat gewoon echt een beetje in de achtergrond. Ik hou daar wel van. Dit ga ik wel eerst even schoonmaken. Want je maskstencil krijg je anders wel wat lastiger schoon. Nou, ik maak er gewoon een rustige knutselavond van, hoor, dames. Dus ik zie ook wel hoe ver ik kom. De producten moet ik nog allemaal gaan linken. Heb ik nog niet gedaan. Omdat ik gewoon echt totaal geen idee had wat ik allemaal zou gaan gebruiken. Ik laat dit zoveel mogelijk even aan de lucht drogen als het lukt. Want dan worden die krekels gewoon mooier. Ik ga daar straks ook nog wat mos op doen. Maar ik ga eerst even verder met mijn volgende stukje. Wat ga ik er nog meer op doen? Ik ga deze erop doen. En ik denk dat ik die ga doen met de relief paste. Je kunt de link niet openen. Ik weet niet welke link als het over gaat. Nou, dit is dus de crackle paste. Of de texture relief paste. Dus deze heeft een structuur erin zitten. En wellicht horen jullie al dat zand wel lekker knetteren. Nou, dit doe je dus gewoon een beetje op gevoel van waar wil ik een beetje structuur hebben. Dus niet te veel nadenken, gewoon lekker doen. Zo. Daar een beetje. En de meeste dingen doe ik in 3, omdat dat gewoon ja, mooier uitkomt. Dus ik ga ook hier nog een beetje van die pasta doen. Nou, ik ben benieuwd wie er ondertussen ook nog lekker aan het knutselen is. En wat jullie aan het doen zijn. Of allemaal gewoon lekker een relax zaterdagavond, dat kan ook. Is ook altijd lekker. Ook deze eventjes gelijk een beetje schoonpoetsen. Want anders dan heb ik na de uitzending weer zoveel werk om dat allemaal eraf te krijgen. Want dan is het alweer zo ver ingedroogd. Ik ga er geen hele poetsuitzending van maken, maar een klein beetje. Tegelijkertijd opruimen werkt voor mij net wat beter. Zo. Ik zal deze even iets dichter in beeld laten zien, want dit is gewoon echt een hele leuke. Kijk. Dat zit er dus gewoon echt wat dikker bovenop. En wat ik daar nu overheen ga doen is een klein beetje embossingpoeder. Want je kan dus over deze pasta kan je ook heel leuk embossingpoeder gaan doen. Even een blaadje erbij pakken. Zodat ik mijn poedertjes weer op kan vangen. Gewoon een klein beetje eroverheen strooien. Ik wil niet te veel. Ook bij deze mag er een beetje overheen. Ik heb hier voor de Ranger Speckle Cotton Candy. Eens even kijken welke kleur het was. Nou, jullie kijken mee vanuit de tuin. Hartstikke leuk, gezellig.
Nou, dit is wel voldoende. Ik wil daar niet te veel hebben. Ik doe een poging om hem niet al te druk te gaan maken. Maar ik heb een druk hoofd. Dus het kan zomaar zijn dat hij toch gewoon druk wordt. Nou, dus jullie kijken lang uit mee. Jullie zitten te knutselen voor de kleinzoon. Superleuk. Net klaar met Memory Dex kaartjes. Ja, Memory Dex kaartjes is ook superleuk om te doen. Ik doe het veel te weinig. Afgelopen week heb ik er weer wat gemaakt. En ik ga het toch vaker doen. Kan je over elke willekeurige witte pasta de embossingpoeder doen? Ja, je kan dat in principe overal overheen doen. Als je maar zorgt dat het gewoon in een soort nat geheel is. Want embossingpoeder moet ergens op hechten, zeg maar. Dat is gewoon het belangrijkste. Op mijn hangbank. Nou, dat is ook heerlijk. Even kijken. Wat gaan we nog meer doen? Wat kunnen we nog meer verzinnen? Ik vind dit ook altijd wel een leuk structuurtje. Die gaan we er ook bij op doen. En hiervoor ga ik gewoon een sponsje pakken. Gewoon een oud huistuin- en keukensponsje. Of nou ja, oud. Het zijn gewoon nieuwe sponsjes. Maar het zijn gewoon sponsjes van de goedkope winkel. Die met de A begint. En daar kan je gewoon lekker mee gaan tamponeren. Een beetje aanduwen. En ik let niet op waar die pijlen nou precies zitten. Het hoeft van mij niet helemaal netjes. Lekker op de bank met de iPad, moet alleen even koffie halen. Ja, dat kan ik je ook niet brengen, helaas. Ja, dat is wel lekker zo op de zaterdagavond. Gewoon lekker relaxed. Gewoon lekker doen waar je zelf zin in hebt. Daar is het tenslotte ook weekend voor, hè? Gewoon lekker bijkomen van een drukke week. En ik zal er gelijk weer even bij zeggen voor degenen die het gemist hebben. Vanaf heden hebben wij dus op de zondag geen live uitzending meer. Omdat ik anders de hele zondag aan het werk ben. En mede vanuit nu mijn nieuwe geloofs oogpunt, maar ook omdat ik een dag voor mijzelf wil hebben, heb ik besloten om op zondag geen live meer te doen. Ook niet door de collega's, want dan moet ik alsnog de producten online zetten, ermee bezig zijn. Zondag wordt gewoon een vrije dag voor mij. Ik ben heel benieuwd. Ik ben al helemaal gestrest voor morgen, omdat ik dan geen bestellingen, of geen groothandel dingen ga bestellen. Of het dan maandag wel uitkom. En ach, dat is weer zorg maken om dingen wat nog niet nodig zijn. Maar ja, zit in het aard van het beestje. Ik ben altijd gewend om door te doen. En als je dan zomaar een vrije dag in het vooruitzicht hebt, dan is dat wel in één keer wennen. Ik ga ook hier overheen nog een beetje tamponeren. En zo kun je dus met je mask stencils ook gewoon met verf gaan werken. Je kan het met inkt aan gaan brengen. Net wat jij zelf leuk vindt. Ik heb ook nog een hele mooie met een script. En die script die wil ik er ook nog graag op hebben. Dit is een hele mooie van de Crafters Workshop. Zo heet dat merk. En volgens mij hebben wij die ook wel. Ja, die hebben wij sowieso wel in de winkel. En dit is die van Art is Just Another Way of Express. Even kijken wat er nog meer op staat. Of Expressing Our Entirement Things into concrete media.
Dus het gaat gewoon echt over art. Dus dat vond ik wel toepasselijk. Ik ga hiervoor de roze krekelmoes gebruiken. Dus dit is de kleur Pink Gin. Ik vind het gewoon echt leuk spul. En ik kan het misschien straks wel eventjes een beetje in beeld laten zien. Ik weet niet of het dan al helemaal gekrakeleerd is. Maar het geeft gewoon echt een heel leuk effect. Nou, die tekst hoeft van mij niet helemaal duidelijk leesbaar te zijn. En ik pak dus ook niet de hele zinnen daarvan. Hier ook nog een gedeelte. Mag ook gewoon een stukje over mijn trap heen. Ik begin hem al helemaal leuk te vinden. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Anders hebben jullie eigenlijk gewoon pech, hè? Het gaat er ook om dat ik hem mooi vind. Want hij komt straks wel in mijn woonkamer te staan. Zodat ik er makkelijk elke keer in kan gaan schrijven. Nou, helemaal leuk. We kunnen natuurlijk ook nog een beetje gaan stempelen. Ik heb de stempels er nog niet bij gepakt. Nou, dit maak ik straks wel eventjes schoon. Ik ga gewoon eerst even stempelen. En dan kijk ik daarna weer verder wat er nog eventueel bij kan. En wat ik nog mis. Want er moet natuurlijk nog een hele mooie rand omheen. En nog van alles. Deze ga ik wegleggen. Die heb ik niet nodig. Nou, ik heb een aantal stempeltjes gepakt. Ik heb uit de grungelijn wat stempels. Dan kijk ik zo even welke ik ga pakken. Ik heb uit de Art by Marlene heb ik ook nog hele gave stempels. Dat zijn ook hele leuke opvulmateriaal is dat, zeg maar. Dit is eigenlijk een must-have. Die is gewoon zo mooi. En ik heb natuurlijk uit mijn eigen lijn ook nog het een en ander. Maar ik moet eerst even zien dat ik ruimte ga krijgen. Ik pak eerst uit mijn eigen lijn deze stempeltjes. Want ik wil die kleine quotes wil ik er her en der tussen gaan doen. Ga ik even kijken met welke inkt ik dat ga doen. Ik heb met die pasta dat het onder mijn stencil komt. Misschien dat je dan toch je stencil niet plat genoeg legt. Dat zou misschien het probleem kunnen zijn. De tekst Peace past wel bij dit verhaal. Even kijken. Die mag hier ook nog een keer. Dan heb ik nog Amazing. Die mag er ook bij op. Ik stempel nu trouwens met de Archival en dan de kleur Peat Moss. Dat is een van mijn favoriete kleurtjes. Nou, ik stempel heel vaak twee van die teksten onder elkaar en ik herhaal dat. Dat is gewoon een beetje mijn stijl van werken. De een doet het op zo'n manier, de ander doet het op zo'n manier. Kijk wat bij jou past. Je moet uiteraard iets maken wat gewoon waar jij gelukkig van wordt en niet waar een ander gelukkig van wordt. Dus maak het zoals jij zelf wilt. Ik ga er ook een klein beetje van de lighthouse bij doen. Want Bea is momenteel aan het haken later op het jaar weer kaarten maken. Ja, dat kun je gewoon lekker afwisselen. Doen waar jij zelf blij van wordt, waar jij zin in hebt. Je moet niks doen tegen je zin in. Dat heeft helemaal geen nut. Dan heb je ook sowieso geen inspiratie. Dat is ook één ding wat zeker is.
Dit is Curiosity. Zelfs met magneetjes vastgezet en dan komt het er niet onder. Ja, dan is het toch misschien een kwestie van even gewoon heel dom gaan zitten oefenen. Met je maskstencil gaan werken om te kijken dat je die feeling te pakken krijgt. Dat je gewoon even een proefje pakt, gewoon oud papier. En dat je net zo lang oefent totdat je niet meer onder de maskstencils uitkomt. Die moet even ietsjes verderop, want anders dan kan ik niet stempelen. Zo, remember. Ik denk dat ik al wel een heel eindje ben gekomen met mijn achtergrondje. Maar ik wil straks ook nog een hele mooie rand eromheen gaan maken. En dat wil ik met de Distress Paste gaan doen. En ik zie dat ik al wel weer een beetje door moet gaan werken. Oh, de tijd vliegt altijd zo als je bezig bent, hè. Het is zo leuk om hiermee bezig te zijn. En dan gaat de tijd zo hard. Maar ja, het is niet anders. Dan hebben we wel weer besteed aan iets waar we blij van worden, hè. Ja, het helpt inderdaad ook als je gewoon één richting instrijkt. Dankjewel. Dat is inderdaad ook een goeie om te onthouden. Niet alle kanten op, gewoon één richting op gaan. En ik weet ook niet met wat voor spatel jij werkt. De een werkt namelijk ook fijner met deze spatel, de ander met die spatel. Dus het is ook gewoon dingen testen. Deze leg ik even aan de kanten. Want ik wil er nog een beetje van mijn script bij hebben. Schrijven is voor mij heel belangrijk geworden. Ik doe het te weinig. Ik moet het meer gaan doen. Maar ja, goed, daarvoor moet ik zitten. En dat lukt allemaal nog niet helemaal. Maar ik wil er wel wat script bij hebben. Dat is gewoon symbolisch. Script mag iets over mijn rice paper heen. Script doe ik gewoon overal een beetje op de achtergrond. Ook daarbij niet nadenken, gewoon duwen met die stempel. Ik vind hem al helemaal leuk. Maar ik wil er mijn bruine randje mooi mee maken. Ik wil namelijk met de Distress Paste van de Cadence die mooie bruine rand weer maken. En dat ga ik nu als eerste doen, want dan heb ik straks weer een beetje het beeld hoe die er uiteindelijk uit komt te zien. Want er komen straks natuurlijk nog die teksten bij op. Even kijken. Ik gebruik de kleur Ground Espresso. Ik ga deze stempels even wegleggen. Ik heb ze nu nog niet nodig. Misschien dat ik na de uitzending nog wel een paar stempels eraan toe ga voegen. Maar het is nog eventjes afwachten. Maar ik red het niet allemaal binnen de uitzending. Dus ik ga eventjes nu eerst de rand doen. Nou ja, ik red het sowieso vanavond. Dan niet, dan wordt het morgen. Maar dat maakt niet uit. Even kijken, een nieuw sponsje. Ja, tot nu toe ben ik ook al wel heel blij met het resultaat. Als ik heel eerlijk ben. Oh, we moeten er natuurlijk ook nog mos op verwerken. Dit is ondertussen al helemaal aan het krakeleren. Kijk maar eens, ik weet niet of het bij jullie in beeld ook te zien is. Maar de krekels komen hier al helemaal omhoog. Dus het gaat best wel snel, dat krakeleren. Ik heb geen enkele ervaring met rijstpeper. Waarmee kun je dit op papier plakken? Dat doe je met Mod Podge of een matte gel. Een matte medium. Nou, morgen moet ik rust houden, inderdaad. Dat klopt, Tom.
Maar ik mag wel, als ik zeg maar zin heb, dan mag ik wel gewoon gaan zitten knutselen. Ik moet gewoon, morgen wordt gewoon een dagje voor mijzelf om, ja, doen waar ik zin in heb, waar ik blij van word. Eventjes naar mijn vader toe voor Vaderdag. En dan zie ik al mijn neefjes en nichtjes weer. En daar word ik ook wel heel blij van. Want die heb ik ook, ja, heel weinig gezien de laatste tijd. Dus dat is wel weer eventjes leuk. Nou, ik maak het randje gewoon met een sponsje. En ik denk dat ik straks ook die zwarte er nog even overheen doe. Ik dacht trouwens dat ik de... Heb ik nou een verkeerde kleur gepakt? Nee, dit is wel de Ground Espresso. Ik dacht dat die donkere was. Of ik breng hem nu gewoon te licht aan. Dat kan ook. Ik moet zeggen dat ik dit rijstpeper, deze ook wel super gaaf vind. Dus dit is mijn eerste creatie daarmee. Die komt eind van de maand in de winkels te liggen. Dus dat is een nieuwe weer. En ik heb nu dus een beetje oud en nieuw met elkaar gecombineerd. Ik ga ook deze hoek, zeg maar, of dit. Ja, de rug. Ja, zo heet zo'n ding. De rug ga ik ook gewoon even bewerken met de Distress Paste. Nou, ik weet wel dat ik straks wel een mooi uniek dagboek heb. Ik ben er al wel helemaal blij mee. Hoe droogt dit? Je kunt dit gewoon aan de lucht laten drogen. Of je kan dit met je heattool gaan verhitten. En dan heb je het een stuk sneller droog. Meestal doe ik even met de heattool erlangs. Dat gaat een stuk sneller. Nou, dit is even de eerste laag. Maar dan hebben jullie ook al een beetje een idee hoe dat gaat worden. Dat ga ik ook later nog even verder uitwerken. De finishing touch daarmee, zeg maar. Want ik vind het nog niet helemaal donker genoeg. Maar ik wil een beetje eigenlijk de hele opbouw laten zien, zodat jullie, mocht je dit na willen maken, dat jullie ook gewoon van start kunnen gaan. En dat je niet ja, moet wachten totdat ik hem helemaal klaar heb. Ik ga er eerst nog even de mos bij pakken. Nee, eerst een slokje drinken nog. De mos. Dus ik laat nu gewoon echt even een beetje de basis van de meeste dingen zien. Dus hier komt straks nog de black suit ook overheen. Mos. Ja, dit gaat inderdaad wel een speciaal dagboek worden, denk ik. Ik ben er tot nu toe al wel heel blij mee, moet ik zeggen. En deze komt er straks ook gewoon in mijn woonkamer te staan. Duidelijk in zicht. Nou, ik heb er zelfs spinnetjes bij. Ik heb dus ook nog huisdieren. Gezellig. Nou, ik ben blij dat jullie inspiratie op hebben gedaan. Dat is ook mijn bedoeling. Dat is ook mijn baan om jullie te inspireren. En daar wil ik ook weer meer naartoe. Want de laatste tijd was ik ook voor de winkel alleen maar druk met bestellen en ja, achter de schermen dingen doen. Ik wil weer meer gaan knutselen, meer inspireren, meer dat soort dingen. Ik mis gewoon het knutselen. Maar goed, dan moet ik ook iets meer kunnen zitten nog maar. Ooit, ik hoop nog steeds op een wonder. Je moet nooit de moed opgeven. Nou, dat mos dat strooi ik, of strooi, strijk ik een beetje over mijn
muurtje. Nu zit dit muurtje er niet heel dik op. Dus je hebt soorten pasta's waarmee je dus de steentjes gewoon heel dik erop krijgt. Dit ligt er gewoon wat dunner op. Tenzij je natuurlijk een hele dikke laag van de krekelmoes erop doet. Dat kan ook nog. Heb ik niet gedaan. Maar dat is gewoon een eigen keuze. Ook daar mag een beetje mos. Ik ben echt altijd van het kliederen op mijn project. Wat bij mij eigenlijk altijd herkenbaar is aan mijn project, is dat er overal wel wat te voelen en te zien is aan zo'n project. Of er zit dimensie in, of er zit prut op, zou ik al bijna zeggen. Ik vind het gewoon heerlijk om daar een beetje mee te kliederen. De een houdt daar wel van, de ander niet. Dus ook hiermee geldt, doe gewoon je eigen ding hierin. Ik doe eerst het lichte kleurtje aanbrengen en daarna het donkere kleurtje. Je kunt ook zeggen van, ik pak maar één kleurtje. Doe wat jij leuk vindt. Klein beetje van die groene erbij. Ik had al zo lang niet meer echt gekliederd hiermee. Ik had gewoon echt zin om een keer weer een kliederuitzending te maken. Zijn er door corona meer nieuwe artikelen uitgekomen? Nee, absoluut niet. Er zijn gewoon dezelfde hoeveelheid artikelen uitgekomen als wat er normaal uitgekomen zouden zijn. Het duurt zelfs bij veel producten nog veel langer momenteel voordat ze weer uitkomen. Omdat je gewoon echt zit met leveringsproblemen vanuit China. Producten worden daar ook niet allemaal gemaakt. We hebben bijvoorbeeld van Folk Art hebben wij ook heel veel verf. Nou, ik kan het ook maanden niet bestellen. Want daar zijn bijvoorbeeld de flesjes weer niet van. De verf is er wel, maar de flesjes zijn er niet. En zo heb je gewoon allerlei problemen een beetje door de corona gekregen. Dus nee, er zijn geen extra artikelen uitgekomen. Tenminste, niet wat ik zo echt in de gaten heb. Nou, ik vind dit al helemaal leuk worden. Wat ik dan ondertussen altijd even doe, is even kijken van, ik had teksten erbij. Hoe dat uitkomt als ik die erop leg. Wat dan het eindresultaat wordt. Want dan ziet het er ook altijd alweer anders uit. En ik denk haast, want dit is dan de achterkant, dat ik hier aan de achterkant ook nog iets van een mooie tekst ga maken. Iets van faith of zo, dus van geloof. En dat doe ik denk ik met tekststickertjes of van die zwarte stickertjes, of ik ga een woord zo schuin maken, dat kan ik ook nog doen. Dat denk ik dat ik ga doen, maar dat heb ik dus niet bij de hand. Ja, ik denk dat ik hele leuke letters uit ga stansen en dat ik die hier overheen ga plakken en dan gewoon faith, dus geloof. Ik denk dat dat wel leuk is. Nou, zo zijn we toch al een heel eind. Ik merk wel dat ik meer koop nu ik veel alleen thuis zit. Ja, dat is inderdaad wel. Je bent wel sneller geneigd om ook nieuwe spulletjes te kopen. En er zijn natuurlijk ook heel veel live uitzendingen nu. Dus je wordt ook wel steeds meer getriggerd om nieuwe dingen te gaan kopen. Maar ik hoop dat jullie niet vinden dat wij jullie overspoelen met de live uitzendingen. Wij doen het ook gewoon puur om jullie ook met de producten kennis te laten maken. Het zijn niet altijd nieuwe producten. Het gaat ons ook om de inspiratie. Het gaat ons om jullie bezighouden. Ook er zijn heel veel eenzame ouderen, zieken nu thuis. Die willen we ook graag voorthelpen. Ik heb het zelf gemerkt wat het is om eenzaam alleen thuis te zitten. En ja, ik wil daar gewoon wat meer mee doen. Ook jullie daarin gewoon een stapje helpen.
mocht dat binnen mijn mogelijkheden zijn. Ik wil gewoon mijn creatieve inspiratie delen. En het zal niet altijd iets nieuws zijn, want wij kunnen niet altijd iets nieuws verzinnen. Ik knutsel gewoon waar ik die dag zin in heb, waar mijn gevoel mij het, gevoel mij een beetje heen leidt, zeg maar. Ja, we doen echt wel een keer wat op verzoekjes. Het is gewoon een beetje een mix van alles en nog wat. Nou ja, Loes, ik klets in principe tegen iedereen, hè. Wat ik soms wel eens jammer vind, is dat ik niemand zie van jullie. Want ondertussen krijg je toch een soort van band met de hele groep. Alleen je hebt geen flauw idee wie er aan de andere kant zit. Ja, jullie zien mij ook niet. Binnenkort moet ik ook leren om gewoon echt met een... komen er ook lives dat ik gewoon met gezicht in de live ben. Weer een stapje in mijn leerproces. Nou, ik denk dat ik voor vanavond dit eventjes zo laat. Want dit moet eerst even drogen en dan kan ik weer verder gaan. En dat drogen, als ik dat nu allemaal ga doen, dan wordt het mij veel te laat. Even kijken. Ik ga dit er even opleggen, zodat jullie hem kunnen zien. En ik denk dat ik hem maandag of dinsdag af ga maken. Dus jullie zien het eindresultaat nog. Maar ik zal hem eventjes zo dicht in beeld laten zien. En dan ook eventjes met een beetje de texturen wat erop zitten. Ik kende inderdaad een aantal wel van de workshops hoor. Maar je leert ook gewoon heel veel nieuwe mensen nu weer kennen. Wat gewoon super leuk is. Ik heb je live in de winkel gezien. Ja, Rini ken ik inderdaad ook van de demodag. Ik ken Roelie Spaans wel. Jean Binnenkamp heb ik wel een keer gezien. Dus superleuk. Kijk, hier heb ik dus die crackle paint gedaan met dat stencil van Art Is. Dus echt die leuke teksten. En dat heb ik met de Krekkelmoes Pink Gin gedaan. Dus dat krakeleert gewoon echt helemaal. Ik heb er wat mos op gedaan. Hier heb ik de texture paste, die structuurpasta met dat korreltje erin gedaan. Heb ik embossingpoeder overheen gedaan. Er zitten teksten gestempeld op de achtergrond. Er zitten, met verf heb ik nog wat gedaan. Hier heb ik dus ook weer die krekkelmoes en daar ook weer mos overheen gedaan. Naar de achterkant zit ook weer dat. Dus het is gewoon weer een boekje geworden waar van alles op te zien is. Ik ben er wel heel blij mee, moet ik zeggen. Ik ga hier dus nog een leuke tekst op maken van Fate. In de kleur groen of roze, denk ik. Ik vind zwart vind ik te overheersend. Kan zijn dat ik nog wat ga stempelen op de achtergrond. Of dat ik hem gewoon lekker zo licht laat. Want ik ben wel blij met het lichte gedeelte wat erin zit. Nou, voor nu wens ik jullie een hele fijne avond nog. Ik wens jullie alvast een hele fijne zondag. En wij zijn de maandagavond weer met de live. En maandagavond is Lisanne Geerding er en gaat ze iets maken met de build-up olifant van Dutch Doobadoo. Dus dat staat voor maandag op de planning. En dinsdagmiddag ben ik er om 3:30 vanuit de winkel. Mocht het lukken met de wifi. En anders doe ik het vanuit een andere locatie. Ga ik weer nieuwe spulletjes laten zien. Dus dat staat er de komende dagen op de planning. Voor nu fijne avond. Iedereen heel hartelijk bedankt weer voor het meekijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!